Natuurlijk moeten we een nieuw pad maken als het weer beter wordt. Maar als we de mensen nou tot die tijd weg kunnen houden... Luister, Sam. Hoor je dat? Het is een vogeltje. Och, arm ding. Hij zit vast in dat stuk kabel en hij heeft honger. Neem hem maar mee naar de bergreddingspost. Goed idee, Sam. Ik doe het meteen, voor het gaat regenen. En, zie je al iets? Regen, regen, regen. Hoe kunnen we ooit een goudarend vinden als het zo door blijft gaan met regenen? Ik denk niet dat hier veel goudarenden zijn. Natuurlijk wel. Heb je de foto in de krant niet gezien? Dat was in de hooglanden. Zover zijn die hier ook niet vandaan. En met zulke grote vleugels vliegen ze zo hier naartoe. Zodra de zon weer schijnt, zullen Mandy en ik er eentje gaan vinden. Succes! Oh. Zet je je wekker nou in het weekend? Waarom slaap je in die kleren? Ga terug naar bed! Echt niet? Mandy en ik gaan op zoek naar een goudarend. Dat zijn de gaafste vogels van de wereld. Dag, mam! Oh, nou, je zal niet veel vogels zien als je zoveel herrie blijft maken. Hallo mevrouw, is Mandy... Hoi Norbert, dag mam, we gaan. Hallo, waar gaan jullie naartoe? We gaan een goudarend zoeken. Hun vleugels zijn zo... Zo groot! Dat wou ik net zeggen. Dat klinkt allemaal heel erg spannend, maar wees wel voorzichtig. Sommige paren zijn dicht omdat de kliffen afbrokkelen. Dus let goed op de bordjes en negeer ze niet. Komt goed. Misschien moeten we Radar meenemen, Sam. Want hij is natuurlijk wel een reddingshond. Oké, Mandy. Dat vindt Radar vast wel leuk. Kom mee. Stil, Radar. Anders jaag je alle arenden weg voordat Norbert dat doet. Hallo, Tom. Het lijkt hier bijna wel een echt dierenziekenhuis. De bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Maar deze kleine patiënt is al beter, hoor. Het wordt tijd dat je terug het wild in gaat, hè, maat. Ik zag Mandy en Norbert net. Ze zoeken een goudarend. Het zal niet makkelijk zijn om er hier een te vinden. Ik weet het. Maar zeg dat maar eens tegen Norbert Puk. Hij weet het altijd beter. Daarheen! Dat zijn geen goudarenden. Je hebt waarschijnlijk alle goudarenden weggejaagd. Helemaal niet. Ik weet heus wel wat ik doe, hoor. Vanaf hier is het pad gesloten. We moeten teruggaan, hoor. Flauwekul, Mandy. Kijk maar naar dat pad. Zie je niet dat het nog goed is? Wat is er met Radar? Misschien ruikt hij gevaar. Doe toch niet zo gek. Het is gewoon een hond. Een reddingshond. Zoek, Radar. Zoek. Zie je wel? Radar vindt dat we niet voorbij het bord moeten gaan. Honden kunnen toch niet lezen, Mandy? Ik weet heus wel wat ik doe. We merken het vanzelf als het pad niet veilig is. Kom op, Mandy. Dit is de beste plek voor arenden. Ze nestelen op rustige plaatsen. Kijk. Goeie reis, maat. Oh, kom op nou, maat. Niet zo treuzelen. Je moet terug de natuur in waar je thuis hoort. Ga maar.
Je verwendt hem vast veel te veel, Tom. Ga nou. Kale koala's, daar is hij weer. Die vogel vindt het gewoon leuk hier, Tom. Bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Help! 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 Het heeft geen zin, Mandy. Niemand kan ons hier horen. Karel misschien wel. Hij is te ver weg, Mandy. Hij kan jou echt niet horen. Help! Help! Radar? En wie is daar bij hem? Oh nee! Doodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brandweerman Sam graag. Norbert Puck zit vast op een klif. Dat klinkt als een klus voor Bergreddingspost. Ik neem de heli, Sam. Dan zie ik je daar. Brandweerman Sam, hier beneden. Alles komt goed, Norbert. Maar je moet wel luisteren naar wat ik zeg, zodat ik je kan helpen. Hallo, Tom? We hebben hier beneden een dubbel harnas nodig. Geen zorgen, Sam. Het komt eraan. Momentje. Oké, Norbert. Ik kom je een harnas brengen. Ik heb hem. Je moet hem over je hoofd doen, Norbert, zodat hij onder je oksel zit. Komt wel goed, Sam. Ik hou hem wel vast. Pak jij radar maar. Wow! Norbert! Je moet hem wel goed omdoen, Norbert. Sorry, Sam. Ik dacht dat ik wist wat ik deed. Maar dat was niet zo. Maakt niet uit. Ik ben er nu. Haal ons op, Tom. Wow! Alsjeblieft, Norbert. Warme chocolademelk om weer warm te worden. We hadden veel geluk dat Radar er was. Hij is een hele slimme hond. Hij probeerde zelfs Norbert tegen te houden toen hij doorliep. Sorry, Sam. Ik weet wat je hebt gezegd, maar... Dus, jullie hebben geen goudarend gezien? Nee. Ik denk niet dat er hier in de buurt veel zitten. Ah, Tom, daar is je grote vriend weer. Je hebt gelijk. Wauw. Ik heb nog nooit een vogel van zo dichtbij gezien. Moet je zijn vleugels zien. Oh, Radar, je hebt hem weggejaagd. Radar heeft hem een dienst bewezen, maat. Die arme vogel moest terug de natuur in en niet hier blijven rondhangen als een huisdier. Radar is echt een hele slimme hond. Geen idee waarom ze een hond hebben op de kazerne. Hij is altijd aan het snuffelen en loopt in de weg. En hij blaft naar me als ik op dingen trommel. Radar is niet zomaar een hond. Hij is een reddingshond, pap. Een reddingshond? Het is een huisdier, Mandy. Kan een hond een brand blussen, een ladder beklimmen of een autowrak openknippen? Als die hond een reddingshond is, dan eet ik mijn vieze shirt op. Ik dacht het niet. Dat shirt gaat nu in de wasmarkt, voet. Poeh, dat stinkt vreselijk. Je vergist je, Radar, pap. Hij is wel een reddingshond en ik zal het bewijzen. Kijk, het belangrijkste punt van een uitrustingscontrole is zorgvuldig onderzoek of er niets kapot is of versleten. Goed, controleer ik de EVAC-stoel. Geef me eens een duw, Jenny. Goed, nou, probeer hem dan in ieder geval op een trap, Crispijn.
Oh, oh, oh. Hey, dat is vast Mark. Die komt de verstopping in de keuken verhelpen. Ja? Oh, oh. En dat is de reden dat patiënten goed moeten worden vastgemaakt. Help me zijn handje, Jenny. Help! Help! Mandy, wat is er? Wat is er aan de hand? Hallo, Radar. Hallo, lieve hond. Zie je, pap? Hij is een reddingshond. Hij kwam toen ik help riep. Alsjeblieft, Mandy. Dat is niet grappig. En het bewijst ook helemaal niks. Kom mee, Elvis. Sam, is Radar wel echt een reddingshond? Ja, natuurlijk, Mandy. Maar wat kan een hond doen om je te helpen? Radar kan heel goed ruiken, Mandy. Dus is hij een goede snuffelhond en... Echt waar? Dank je, Sam. Wat heeft dat kind? Maar wat is Chop Suey, Brenda? Niet Chop Suey, diewertje. Feng Shui. Dat is de klassieke Chinese kunst van het meubilair anders opstellen om goede energie te creëren in je huis. Oh, zou dat misschien ook iets voor mijn supermarkt zijn? Misschien wel, diewertje. Ik zou bij je moeten gaan kijken, maar eerst moet Mark komen om de trap te repareren. Oei. Hij zal ook de diepvriezer moeten verplaatsen. Die geeft zeker veel slechte energie af daar. Oh, nee. Is dat zo? Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een grote prop. Er zit iets in mijn pijp, oh yeah. Mijn afvoer zit zo vol met prut, het is een rolletje erop. Je weet het, maakt me lijp in die tijd. Oh, mannen! Ja. Wat denken jullie dat je hier aan het doen bent? Mark Voet, loodgieter eerste klas, commandant Staal. Ik ontstop de afvoer, commandant. En ik assisteer Mark bij het ontstoppen, baas. Nou, ik stel voor dat jullie ophouden met erover te zingen en het daadwerkelijk gaan doen. Ja, commandant. Hallo, Mandy. Zoek je je vader? Nee, nog niet. We hebben eerst Radar nodig. Ah, daar is hij. Hallo, Radar. Wat zijn jullie van plan? Mandy wil bewijzen dat Radar een hulphond is. Ik heb een heel speciale oefening bedacht. Met het vieze shirt van mijn vader. Zelfs ik ruik dat shirt. Ga hem zoeken, jongen. Hallo, Mandy. Waar is mijn vader nu weer? Hij heeft de afvoer ontstopt en hij had nog meer te doen, Mandy. Wacht, Radar! Zo te zien heeft Radar iets geroken. Dus voor je de keldertrap gaat repareren, Mark, vroeg ik me af of je de diepvriezer voor me beneden wilt zetten. Hij geeft hier slechte energie af. Slechte energie? Dat heb ik nog nooit gehoord. Oh, oeh. Dat is Chop Suey, Mark. En Brenda weet er alles van. Dat klopt. Goed, wij gaan de supermarkt ordenen. Oh, nee. Kom op, nou. Ik begin me af te vragen of Radar wel weet waar hij heen gaat. Misschien heeft hij gewoon honger. Anders ik wel. Ik denk dat papa gelijk had. Radar is niet echt een reddingshond. Kom mee. We kunnen hem maar beter terugbrengen.
Hou op, rare hond. Oh, wacht, Mandy. Volgens mij hoor ik iets. Doe niet zo raar. Oh, dat is de auto van mijn vader. Bob! Bob, wat is er gebeurd? Alles goed? Ik bel brandweerman Sam. Mark Voet is gevallen. Hij zit vast in het Volviscafé. Ongeluk in het Volviscafé. Persoon zit vast. Roep zuster Voet maar op. Er is misschien medische zorg nodig. Oké, Sam. Blijf maar rustig, Mark. We hebben je er zo weer uit. Oh, ja. Voorzichtig, Sam. Verplaats hem niet. Hij moet eerst ingesnoerd worden, voor het geval er iets met zijn rug is. Ah, hier is de EVAC-stoel om hem te vervoeren, Sam. We hebben niets aan de EVAC-stoel, Elvis. Er is hier helemaal geen trap meer. Ga de brancard pakken. Juist, de brancard. Rustig aan daar. De breuk in zijn arm valt eigenlijk wel mee. Hij is binnenkort weer helemaal op de been. Kijk eens wie je ook nog kon bezoeken, pap. Opa! Oh, haal die rare hond van me af. Die rare reddingshond, pap. Oké. Het is een reddingshond. Je had gelijk, hoor, Mandy. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje. Goed, vouw het papier open en vouw het daarna over de diagonaal. Vouw dan langs lijn E tot F en G tot H. Voor de vleugels en klaar is Kees. Superpiloot Norbert Puck maakt het luchtruim onveilig. Ah, hallo, Diewertje. Brandweerman Sam, kijk eens. We hebben nu even geen tijd voor die streken van jou, Norbert Puck. Het is brandpreventiedag en brandweerman Sam en ik hebben een hoop werk te doen. Komt u binnen, commandant Staal, en let u maar niet op Norbert. Sorry, Norbert. Misschien kan het een andere keer. Maak je maar niet ongerust, Diewertje. Het is maar een routineonderzoek om te controleren of de supermarkt brandveilig is. Daar is brandpreventiedag dus voor bedoeld. Veiligheid. Hoofdcommandant Staal, wilt u de ladder vasthouden terwijl ik het rookalarm test? Natuurlijk, Sam. Veiligheid voor alles. Test je het rookalarm wel regelmatig, Diewertje? Oh ja hoor, heel regelmatig. Ah, wat is dat voor geluid? Dat is het alarm, Diewertje. Nu weten we dat het brandalarm werkt. Ah, we branden toch aan toe. Wat was dat? Oeh, een vleermuis. Hij zit in mijn haar. Oh, mam. Norbert Puck. Wegwezen. Help, help. Rustig maar, Diewertje. Ik pak hem wel. Het is geen vleermuis. Het is zijn schoonheid. Oh, commandant Staal. Wat vriendelijk. Wat? Toen ik zei schoonheid, bedoelde ik... Als jullie twee klaar zijn, kunnen we dan naar de nooduitgang? Goed.
die nooduitgang lijkt te voldoen. Oh nee, hoofdcommandant Staal die weet ook niet wat leuk is. Dan moet hij toch iemand zijn die kan genieten van een goede vliegshow? Alles lijkt in orde, Diewertje. Maar je moet wel oppassen met het bewaren van lege dozen en verpakkingen. Papier en karton zijn enorm brandgevaarlijk. Nou, jullie waren allebei erg behulpzaam. Kan ik jullie bedanken met een kopje thee? Nee, dank u, mevrouw Puk. Ik denk dat Sam en ik nu echt verder moeten. We hebben nog een hoop te doen. Huh? Au! Waar komt dat nou vandaan? Norbert Puk! Oh nee, heb je hem alweer? Hier komen! Het was toch brandpreventiedag? Niet volg Norbert Puk-dag. Maar ik weet tenminste één plek waar ik hoofdcommandant Staal niet zal zien. Wie doet er nou aan brandpreventie bij een brandweerkazerne? Ja, dit wordt echt de allermooiste tot nu toe. Superpiloot Norbert Puk is weer terug in actie. Nu alleen nog iemand vinden die vliegtuigjes waardeert. Een aardappel in de pan, ik ben haast klaar. Ja, hutspot, daar hou ik van, dat is waar. Het gaat lekker volgens plan, is voor mekaar. Een klein uurtje sudderen en het is gaar. Dank u wel, dank u wel. En wat brengt jou vandaag naar mijn keuken, Norbert Puk? Niets hoor. Ik bedoel, ik wilde je eigenlijk iets laten zien. Iets heel gaafs. Mij kan je niet voor de gek houden, Norbert Puk. Ik weet precies wat jij van plan bent. Oh ja? Ja, ik weet dat jij dol bent op wortels. Huh? Blijf uit de buurt van het fornuis en niet mijn keuken uit. Wegwezen! Nee. Wort! Nou, maar ik wou dus zeggen... Dag! Een aardappel in de pan, ik ben haast klaar. Ja, hutspot, daar hou ik van, dat is waar. Het gaat lekker volgens plan, is voor mekaar. Een klein uurtje zudderen en het is gaar. Crispijn, hoe gaat het met het eten van vanavond? Niets aangebrand, mag ik hopen? Nee, ik heb net de hutspot opgezet. Het zal met een uurtje wel klaar zijn. Dat is mooi. Brandpreventie maakt hongerig, weet je? Nou, zeg! Hoofdcommandant Staal! Norbert Puk, nu blijf je onmiddellijk staan, jongeman! Dat is geen slecht vliegtuigje. Norbert. Hallo, Sam. Hoe gaat het met je papieren vliegtuigjes? Vreselijk. Niemand in Pikkenpolder vindt papieren vliegtuigjes leuk. Oh, vliegende vlammen. Oh, de telefoon. Oh, het nummer. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brand! Brand! Brand in de keuken van de kazerne. Sam, Sam! Er is brand in de keuken! Brand in de keuken van de kazerne? Nou zeg! Doe de gaskraan dicht, Elvis. Gaskraan dicht! Elvis Crispijn, er staat gewoon een brandblusser in de hal bij de nooduitgang.
Wat spijt me, baas. Je raakt in paniek. Hoe is het met het eten? Oh. Het eten is wel vaker aangebrand, maar nog nooit zo erg. Brandweermannen horen brand te blussen, Crispijn, niet aan te steken. En zeker niet op brandpreventiedag. Ik snap niet hoe het kon gebeuren. Misschien dat dit een aanwijzing is. Aha, een papieren vliegtuig. Misschien komen we er zo achter wie de dader is. Oh ja, het is een brief. Hé, daar staat een naam op. Beste hoofdcommandant Staal. Hoofdcommandant Staal? U was het? Nee, ik was het niet. Het was Norbert. Norbert Puk. Oh, sorry. Het was een ongeluk. Ik zocht alleen maar iemand die net zoveel van papieren vliegtuigjes houdt als ik. Ja, ja. Nou, misschien moet ik even met die knul praten, Sam. Om hem zogezegd weer op het rechte pad te krijgen. Goed idee, commandant. Oh, arme Norbert. Het was waarschijnlijk echt een ongeluk. Ik hoop dat hoofdcommandant Staal hem niet te hard aanpakt. Maak je niet druk, Elvis. Ik denk dat commandant Staal en Norbert het samen best kunnen oplossen. Regel 1 met papieren vliegtuigjes, Norbert, is goed opletten waar je ze naartoe gooit. Nou, kijk maar goed naar deze looping. Cool. De volgende truc heet de kurkentrekker. Wauw. Wauw. Hoe krijgt u dat nou voor elkaar? Vuurwerk? Waar heb je dat gevonden? In jouw werkplaats. Deze vind ik het leukst. Afblijven, Norbert. Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het is geen speelgoed. Ik weet het alweer. We hebben het eens voor oud en nieuw gekocht en toen regende het. Geven we een vuurwerkfeestje vanavond? Alsjeblieft. Een kleintje maar. Oh, oké. Waarom niet? Vraag Jaap en Sarah ook. En Sam. Het is goed als er een brandweerman bij een vuurwerkshow is. Veel veiliger. Oh, dank je, pap. Je bent geweldig. Is het nog steeds ochtend? Ik ben zo verrust niet gewend. Klaag maar niet. Dat betekent dat iedereen in Piekenpolder veilig is en gezond. Ze hebben vast al die veiligheidsfolders gelezen die we hebben uitgedeeld. Als het zo doorgaat, hebben we straks geen baan meer. Misschien ga ik dan bij het circus. Als jongleur, hé. Of misschien toch maar niet. Hey, raad eens. We geven een... Norbert Puk, heb jij enig idee hoe lang ik hierover heb gedaan? Maar het is niet mijn schuld. Kom, dan gaan we naar buiten. Een vuurwerkfeestje bij jou thuis, Mandy? Ik zou wel willen komen, maar ik kan niet. Dan heb ik dienst. En als je vuurwerk hebt, lees dan wel mijn veiligheidsfolder. Wacht even. Volg mijn top 10 tips op en het wordt een echte knaller. Steek nooit vuurwerk in je tuin af. Ga altijd naar een georganiseerde vuurwerkshow toe. Wat nu? Er wordt nu helemaal geen vuurwerkshow georganiseerd. Dus dat kan toch niet? Precies. Ik denk niet dat pap die folder nodig heeft. Hij weet alles al over veiligheid. Hij heeft het inderdaad altijd over veiligheid. Oh, alsjeblieft, mama, alsjeblieft. We hebben er echt alles voor over. Oké, dan. Hoera, bedankt, mam. Ik ben een raket. Joe. Voorzichtig, Norbert, je maakt tijger bang. Van jou. Oh, wacht. En nu ben ik in grote keuken bij. Oké, hoe vind je deze? Mandy. Oh, sorry. Ik deed alleen een knaller na. Hallo, Sam. Au! Hallo, Mark. Ik kom even controleren of je mijn veiligheidsfolder wel gebruikt. Welke veiligheidsfolder? Die ik aan Mandy heb gegeven. Waarom krijg ik die nu pas? Ik dacht dat je hem niet nodig had.
Je weet toch alles al over veiligheid? Iedereen moet zijn geheugen opfrissen. En helemaal als het over vuurwerk gaat. Dat kan heel gevaarlijk zijn als je het verkeerd aanpakt. Zelfs mijn geheugen moet af en toe worden opgefrist. Zolang de kinderen achter dit lint blijven, kan ze niets gebeuren. Heb je het gehoord, Mandy? Blijf aan deze kant van het lint. Ja, pap. Ik ben geen baby. Misschien moet ik even in je werkplaats kijken, Mark. Om te zien of daar ook alles veilig is. Zorg dat het vuurwerk hier niet in de buurt kan komen. Al dit houtwerk vat heel makkelijk vlam. Tijger! Dat is ook een van de top 10 tips van Sam. Hou huisdieren binnen. Dat is een heel belangrijke veiligheidsregel. Dieren kunnen heel bang zijn voor de herrie. Ja, weet ik. Geef maar aan mij, Mandy. Ik breng hem wel terug naar het café. Daar is hij veilig. Als hij al zo bang is voor een papieren zak, dan ben ik bang voor zijn reactie op het vuurwerk. Zorg ervoor dat hij vanavond binnen blijft. Goed idee, Sam. Bedankt. Dus Mark Voet vroeg om metalen emmers om sterretjes in te doen. Oh, die liggen in de kelder. Ik haal ze wel. Nee, ik haal ze. Oh, nee. Ik haal ze. Hallo, lieverd. Jaap en Sarah zijn even emmers halen. Hallo daar, tijger. Oh. Oh. Het was niet mijn schuld. Waar heb ik nou die kaas gelaten? Zo kan ik toch niks aansteken? Oh nee, Mandy! Tijger is weer ontsnapt! We dachten dat hij misschien hier zou zijn. Ik heb hem niet gezien. Of hij moet weer in de werkplaats zitten. We gaan wel even kijken. Ik heb hem! We kunnen! Nee, hij mag nog niet beginnen! Ga het hem zeggen, Mandy! Dat kan niet! Ik mag niet voorbij het lint. Dat is de afspraak. Oh, wat is nou belangrijker? Tijger of zo'n stom stukje lint? Tijger. Pop! 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 Ga terug, Mandy. Nu meteen. Oh, maar... Doe wat ik zeg. Het is gevaarlijk. Een brand bij Mark Voet thuis. Oh nee, het vuurwerkfeestje. Oeps, daar ging die weer. Er is brand bij Mark Voet. Er moet iets zijn misgegaan met het vuurwerk. Elvis, Sam, neem Jupiter. Ik beman de commandopost. Ik wou dat het mist maar tijger was. Misschien heeft hij zich wel in de schuur verstopt. Dat is echt niet leuk, Norbert. Sam, we denken dat tijger misschien in de schuur zit, daar. Alweer? Oké, komt goed. Geen spoor van tijger. Hij zat niet in de schuur, dat weet ik zeker. Oeh, goed gedaan, Sam. Wat een geluk. Nou, zeg dat wel. Maar nu wil ik gewoon naar huis. Om te kijken of tijger al terug is. Ik geef je een lift. Ja, maar we hebben toch nog niet al het vuurwerk gezien? We hebben vanavond wel genoeg vuurwerk gehad. Zeker. Volgende keer gaan we naar een echte vuurwerkshow. Veel veiliger.
We hebben al heel lang niet zo'n grote brand geblust. Heel lang. Ik wist al bijna niet meer hoe het moest. Wat hoor ik toch? Hoor je dat ook, Elvis? Moet je dit zien? Het is tijger. Ik ben zo blij dat het terug is. Hij wilde natuurlijk meerijden met de brandweerauto, of niet, tijger? Geloof het of niet, maar ik vond hem bovenop mijn vuurwerkfolders. En een veiliger plekje dan dat bestaat niet, toch? Ah, daar ben je, Norbert. Wat ben je nou van plan? Niets hoor, mam. Niets? Met mijn bezem? En dat is mijn beste deken. Mam, die heb ik nodig. Ik ga kamperen. Hoe kan ik nou een tent maken zonder een bezem en een deken? Kamperen? Oh, Norbert, kamperen is smerig en gevaarlijk en... Kamperen is heel leuk. Oh, goeiedag, Klaas. Ik had je niet gezien. Oh, ik hou van kamperen. De frisse lucht, de ruimte, het natuurschoon. Ik ben vroeger bij de padvinders geweest. Hè? Oh, echt waar? Je was vast heel knap in je uniform. Goed, mannen. En mevrouw. Het is weer lente en we weten allemaal wat dat betekent, lijkt me. Bloemen? Nee, crispijn. Ik bedoel kampeerders, trekkers en picknickers. En daarmee een grotere kans op brand. Bosbranden, grasbranden, elk type brand vraagt om een andere techniek en speciaal gereedschap. Zoals een slappe schep. Dat is een vuurzweep, Elvis, voor het doven van gasbranden. Zeg eens, Norbert, heb jij wel eens in een echte tent geslapen of eten gekookt op een echt kampvuur? Ja, natuurlijk heb ik dat. Heel vaak zelfs. Dat is niet waar. Je wilde ooit eens in de tuin slapen, maar je kwam al naar binnen toen het donker werd. Oh, mam, toen was ik nog maar 3. Norbert, ik vroeg me alleen af of jij een keer met mij wilde gaan kamperen. Ja, ja, heel graag. Dat zou geweldig zijn. Oké, nou als je zo graag wilt, wat dacht je dan van dit weekend? Oh ja, Klaas, dat klinkt geweldig. Onder de sterren zitten is zo aromatisch. Ik doe mee. Maar, ja. Ik ben echt dol op de natuur. Dat ben je helemaal niet, mam. Ik vraag me af of je weet waar je aan begint, Klaas. Je moet weten dat ik een heel ervaren kampeerder ben, Sam. Ik weet hoe ik veilig een kampvuur moet maken. Ik ben padvinder geweest. Het spijt me, Klaas. Ik twijfel niet aan je deskundigheid. Ik bedoelde Norbert Puk. Oh, ik snap wat je bedoelt. Norbert, kom mij eens helpen met mijn koffers. Waarom moet zij nou ook weer mee? Veel plezier allemaal. Misschien dat ik de bergreddingspost maar even bel, voor alle zekerheid. Kamperen kan heel gevaarlijk zijn, mam. Ik heb gehoord dat je heel erg goed moet uitkijken voor linksen. Linksen? Nou, je hoeft hier natuurlijk niet te blijven als je dat niet wilt. Luister maar niet naar Norbert. Er zitten helemaal geen linksen hier op de Piekepolderberg. Maar dat kan wel, als bijvoorbeeld ontsnapte dierentuindieren weer wild zijn geworden. Doe toch niet zo raar. Ik zag een verhaal op tv over een enorme woeste leeuw die al jaren door de bergen dwaalde. 'S Nachts kon je hem horen brullen. Laten we in de buurt van de bus blijven. Oké, als je dat wilt kun je dat doen. Of je vraagt of Klaas je weer naar huis wil brengen. Ondertussen ga ik wel een goede kampeerplaats zoeken. Maak je maar geen zorgen om mij hoor, want ik kan wel met een wilde leeuw omgaan. Norbert, wacht! Het is Norbert maar. Oh, je wordt bedankt hoor, Klaas. Kom mee, mam. Laten we hout voor het kampvuur gaan zoeken. Ach, eerlijk waar, dievertje. Er is hier niks om bang voor te zijn. Het grootste gevaar in het bos zijn de mensen. De meest voorkomende oorzaak van bosbranden. Bosbranden? Ja, daarom leg ik dit kampvuur ook zo zorgvuldig aan. Oh,
Ooit waren er een paar kampeerders die niet wisten dat er bosbrand was, tot hun tent in de fik stond. Nee, Sam. Momenteel zijn er geen problemen. Ik wilde je gewoon laten weten dat Klaas daar vannacht aan het kamperen is met Norbert Puk. Oké, Sam. Ik begrijp het. Ik zal opletten. Zo, nou, daar gaat hij dan. Ik denk dat het nu wel heet genoeg is om op te koken. Nou, het enige wat we nu nog nodig hebben is een pan en iets om erin te doen. Oh, brand! Bosbrand! Het bos staat in brand! Iedereen, jongens, kom mee. Allemaal naar de bus. Die wordt deze kant op, snel! Help! Oh, bel brandweerman Sam! Een bosbrand op de Piekepolderberg? Bosbrand op de Piekepolderberg, Sam. Waarschuw Tom ook. Hallo, Tom. We komen eraan. We hebben net gehoord van de bosbrand op de Piekepolderberg. Weet je dat zeker, Sam? Oké, ik sta klaar. Nou, ik zie nergens rook. Waar zag je dat vuur dan, dievertje? Daar! Ja, daar zo! Ik zag de heldere oranje vlammen door de bomen heen gloeien. Oh nee. Mam, dat is de zon die ondergaat. Norbert Puk, als jij je moeder niet zo bang had gemaakt met al die enge verhalen, was dit dus nooit gebeurd. Als jij zo door blijft gaan, kunnen we net zo goed meteen naar huis gaan, ja? Sorry hoor, Klaas. Sorry, mam. Ik beloof dat ik geen verhalen meer zal vertellen. Nou, laten we maar even terugbellen en zeggen dat het vals alarm was. Een vals alarm? Kom terug, mannen. En mevrouw? Vals alarm. Er is geen brand. Ik herhaal, kom terug. Het was vals alarm, Elvis. Laten we teruggaan. Daar is de brand. Ik moet Sam bellen en het melden. Hallo? Hallo, Sam. Ik heb ontdekt waar het vuur is. Kom snel hierheen. Ik kom eraan. Vertel jij, commandant Staal, wat er aan de hand is? Oh, nee! Mam! Klaas! Er is nu echt brand. Een bosbrand. Bel brandweerman Sam terug. Norbert Puk, wat heb ik je nou gezegd over het verzinnen van die enge verhalen? Nee, ik verzin dit echt niet. Het is waar. Kom maar kijken. Oh nee. Oh, we hadden nooit bij het kampvuur weg moeten gaan. Tom Thomas voor Sam. Ik ben onderweg. Waar ben jij? We zijn net gearriveerd, Tom. Jenny, Elvis, breng de slangen. Zo. Het vuur is te ver van de weg. De slangen rennen het niet om. Tijd voor draagbare pompen en vuurzwepen. Geen zorgen, Sam. De watertank is gevuld. Ik kan helpen vanuit de lucht. Leuk hoor, die sloppen scheppen. Oh, het spijt me, Sam. Ik weet dat je een kampvuur nooit onbewaakt achter mag laten. Ik ben padvinder geweest, hè? Ik weet het, Klaas. Maar zelfs padvinders hebben wel eens een ongelukje. Oh, grutjes. Weet je zeker dat hij daar veilig alleen kan kamperen, Sam? Ja, Diewertje. Heel zeker. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam.